collega's, leerlingen, goedemorgen. Achtste, goedemorgen. We zingen samen. Edukant staat voor kwaliteit van onderwijs en heeft daar een model voor ontwikkeld. En een van de speerpunten van het model is ouderbetrokkenheid. Want ouderbetrokkenheid leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs, daar spelen de ouders een hele belangrijke rol in. Je moet ze bij betrekken. Je kunt ouders niet loskoppelen van de school. Ouderbetrokkenheid is een onderdeel van het Edukantse sterschoolconcept. Een typisch Edukants is leren van en met elkaar. Als Edukants verbinden wij en dat doen we met het idee om de kwaliteit van het onderwijs een boost te geven. En ouderbetrokkenheid is één van de speerpunten van dat model. En wij verbinden onderwijsprofessionals met elkaar wereldwijd. En als je elkaar ontmoet, inspireer je elkaar, want je hebt samen hetzelfde vak. En vanuit die inspiratie en die motivatie gaat dat leerproces enorm. Dat krijgt een enorme boost. En dat is zo leuk, omdat we en in Suriname werken en in Nederland. En die landen zijn natuurlijk enorm verschillend. Hè. De scholen zijn enorm verschillend. Tegelijkertijd ook heel veel overeenkomsten. Op die overeenkomsten gaan we zitten. Maar we merken ook dat we dus vanwege die verschillen geen blueprint kunnen geven. We kunnen geen recept geven. Maar wat we wel kunnen, is een stappenplan hoe je effectieve ouderbetrokkenheid samen kunt vormgeven. Die stappen die werken we uit en die gaan we ook delen, zodat het beschikbaar is voor andere gebieden, voor andere scholen in andere landen. Ja, inderdaad. Maar ik vroeg haar ook... Ik ben hier in Groningen, waar docenten, schoolleiders en ouders van basisscholen De Wegwijzer en De Kleine Wereld bezoek hebben van collega's uit Suriname. En met name van drie basisscholen uit Mungo, dat is het district Marowijne in het oosten van Suriname. Edukans heeft deze mensen met een programma aan elkaar gekoppeld. En de bedoeling is om de ouderbetrokkenheid te vergroten. En ook om de onderwijsachterstanden die in beide landen zijn, om die weg te werken. Wij zijn op school heel erg op zoek naar het contact met de ouders. We proberen heel laagdrempelig te zijn. En we zorgen gelijk bij het intake gebeuren al dat we daar zoveel mogelijk informatie van de ouders krijgen over hun kinderen. Verder hebben we omgekeerde 10 minuten gesprekken waar we gebruik van maken. Je hebt de gewone 10 minuten gesprekken dat de leerkracht over hun kind vertelt. Wij doen de omgekeerde 10 minuten gesprekken. Ouders komen op school en kunnen aan de leerkracht vertellen hoe is jouw kind. Ja, die drieslag school, kind en ouder, dat is een hele wezenlijke, want we voeden samen het kind op. Het grootste gedeelte van de dag zit het kind bijna op school. Dus je neemt een heel stuk van de opvoeding van de ouders over. Ouders vertrouwen jou dat ook toe. Dus het is heel belangrijk om samen op te trekken. Ouders en leerkrachten zijn wat dat betreft heel gelijkwaardig. Aan de andere kant niet gelijk. Je hebt allebei een andere rol en vanuit een andere rol voed je het kind ook op. Maar je moet het wel samen doen als ouder en kind. Het ligt in elkaars verlengde. Je versterkt elkaar. Nou, welkom hier in ons bestuursbureau. Jullie hebben wel handen... Schoolbestuur is erg geïnteresseerd in betrokken ouders. Omdat allereerst uit alle onderzoek blijkt, vooral in Amerika en Engeland gedaan, dat kinderen zich beter ontwikkelen op alle terreinen, dus zowel educatief qua leren als qua welzijn, als ouders en school goed met elkaar samenwerken en elkaar kennen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het is een moeilijk proces omdat wij 10 scholen hebben die alle 10 een totaal andere populatie hebben. Sommige populaties lijken wel op elkaar. Maar ouderbetrokkenheid, het samenwerken met ouders, vraagt ook heel veel van het kennen van je populatie. Dus weten welke ouders je hebt en hoe je met deze ouders het beste in gesprek kunt gaan. En dat is niet voor iedereen en voor iedere populatie hetzelfde.
Dus sommige scholen van de VSOG zijn heel ver al in dat proces en zijn ook heel duidelijk met ouders in gesprek. Bijvoorbeeld de beide scholen die meedoen aan dit uitwisselingsproject met Suriname. En voor andere scholen staat de ouderbetrokkenheid nog meer in de kinderschoenen. Het is 8:00 in de ochtend, vrij vroeg. De school moet nog beginnen hier in Mungo Tapu, de Sint-Peters Klaverschool. Kleine school, ongeveer 80 kinderen. Wij komen vandaag hier kijken wat ze doen, hoe ze het doen. En het leuke is dat de ouders van de kinderen dat vandaag ook doen. Een huisje, gemaakt door de juf. Alle kinderen hebben gekeken, samen met hun ouders. Het huisje is gemaakt van een toiletrol, vouwpapier en een omgekeerd gebaksbordje. En toen zijn de kinderen dat zelf gaan maken. Hoe leuk is dat als je dat kan doen samen met je vader? Of met je moeder? Zou je nou vaker op school willen komen, Jolanda? Ja. Zou je vaker op school willen komen? Ja, dat... Ja. Dan kan ik ook meer leren. Ja. Meer leren. Maar... Hoe het plakken en zo. Oh, ja. Andere ouders met wie ik later sprak, die zeiden dat ze het ook belangrijk vinden dat hun kind iets wordt in de maatschappij. En dat ze daar eigenlijk met hun neus bovenop willen zitten. Ze hebben dus het allerbeste voor met hun kinderen. Maar het is wel de school die ze daartoe stimuleert. Om te komen kijken wat die kinderen doen. De kwaliteit van het onderwijs, daar spelen de ouders een hele belangrijke rol in. Je moet ze bij betrekken. Je kunt ouders niet loskoppelen van de school. En het gaat niet om ja, zomaar komen kijken en iets doen, maar echt betrokken zijn met de school. Het gaat om het leerproces van het kind. Het kind moet leren. Echter zijn er een heleboel actoren die belemmeren. En de ouders kunnen hier een hele cruciale rol vervullen door samen met de school het kind te helpen zich te ontplooien. Wij vinden het belangrijk dat we eerst helder hebben wat we eigenlijk met elkaar willen. Daarvoor gaan we muurtjes bouwen. We hebben bouwstenen nodig waarop je die oude betrokkenheid in wil uitwerken. Dit zijn de bouwstenen van onze school. We hebben identiteit, diversiteit, stimulerende omgeving, verantwoordelijkheid, ontplooiing, veiligheid en communicatie. En dit jaar gaan we er twee uitwerken, dat is communicatie en veiligheid. Veiligheid is dat een kind zich overal goed voelt. Dus binnen de school, met de ouders, met de leerkracht. Dat het gewoon een omgeving is waarin je je op je gemak voelt en waar alle voorwaarden aanwezig zijn om goed te kunnen leren. En daar kunnen de ouders een hele belangrijke bijdrage aan geven. In één. En wat ik dan het allermooiste vind, is dat niet alleen die kinderen dat krijgen, want daar hebben kinderen ook gewoon recht op. Maar dat de ouders er zo bij betrokken zijn. Ja, elke week krijgen ze iets mee. Als mijn kind hier zit en ik ben de moeder, ik wil ook weten wat de school mee bezig zijn. En ik wil ook weten wat er allemaal hier gebeurt. Ik vind dat ik ook recht op te weten. Ja, en ik vind het hartstikke goed. Ik vind het hartstikke fijn. Ja, ik denk ook, school is het tweede huis van kinderen. Ik denk, het is echt familie. Ik zie altijd, juf is tante, echt. Ja, wij hebben hier geen, soms de buitenlander hebben hier geen familie. School echt is een familie van onze kinderen, ik denk. Het is heel belangrijk. Na anderhalf jaar, bijna twee jaar werken in Marowijne, kwamen we erachter dat eigenlijk we verkeerd keken naar ouderparticipatie. Toen zijn we erachter gekomen dat heel veel ouders wel weer willen participeren binnen school, maar dat de drempel te hoog is. Dat het vaak genoeg vanuit de school naar de ouder is, maar dat de ouder zelf niet echt een eigen inbreng had. Dus toen hebben we gedacht van oké, hoe kunnen we die drempel verlagen? We kwamen er toen achter als organisatie samen met de oudercommissies dat we een stapje terug moesten doen. Dat we moesten kijken naar
Wie zijn de ouders? Waar zijn ze goed in? En wat zouden ze kunnen bijdragen aan het dagelijks onderwijs? We leven in Marowijne, het is een Maron-gebied, waardoor de Binnenlandse Oorlog heel veel ouders geen scholing hebben gehad. En we weten ook dat de meeste ouders hier analfabeten zijn, dus die kunnen niet bijdragen door taal of rekenen. Maar die zijn wel heel creatief. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar onze skills in handenarbeid. De vrouwen bij ons die maken pangies, en dat zijn doeken, omslagdoeken. Daar maak je borduursels op. En in het onderwijs doen ze dat ook. Ze doen ook aan handenarbeid en dan krijgen de kinderen ook borduurlessen. Dus daar vonden we al een link. En die link hebben we speciaal gemaakt omdat we ook wilden dat kinderen een stukje van hun eigen cultuur meekregen in het dagelijks onderwijs. Ouders hebben aangegeven dat ze dat heel graag zouden willen doen. Dus handenarbeid werd een les waarbij mama op school mocht komen en de kinderen mocht leren borduren. We hebben houtsnijwerk, daar doen de vaders doen dat meestal, die komen op school en die leren kinderen echt authentieke maronhoutsnijwerken maken. En we hebben ook nog danslessen en dat is dan ook weer marondans. En dat doen de ouders nu dus op school. Ja, dat is voor ons als organisatie heel belangrijk. Dat ouders het gevoel hebben van wat wij hebben, onze kennis, wordt gewaardeerd. En we mogen daar ook echt iets mee doen. We mogen dat overdragen. Dus dat zien we wel heel goed terug. Die huisbezoeken hier in Mungutapu, die zijn echt out of this world. Echt geweldig vond ik dat. Heel ontroerend ook om te zien dat elke leerkracht van dit schooltje die gaat naar het huis van het kind en ontmoet daar vaak de moeder, soms de vader, maar even zo vaak ook de oma of de tantes, die dan een hele schare kinderen onder zich heeft en die dan iets wil weten of iets moet vertellen over dat kind hier op school. Het is een hele mooie ochtend, mooie demonstratie geweest van de driehoek die gemaakt wordt tussen school, ouder en gemeenschap en het kind daar in het midden, want alles draait om dat kind. Nou, de kinderen zijn maar ja, ongeveer 5 uur met ons. En de rest van de dag zijn ze bij hun ouders of thuis. En binnen die 5 uren kunnen we niet zoveel in die kinderen stoppen. Dus de ouders moeten ons daarmee ook helpen. Want dat kind, soms is dat kind anders op school, thuis weer anders. En dus vandaar dat als we weten hoe dat kind op school is, hoe dat kind thuis is, dat we dan een goede samenwerking kunnen bouwen. En dat we echt werken aan dat kind, want we zijn er voor dat kind. Maar thuis, je bent in je eigen omgeving, dus je kan je iets vrijer voelen om met ons te praten. En dan zo voeren we dan een gesprek met de ouders. Wat ik ook heel erg leuk en heel erg interessant vind, is dat de leerkrachten kunnen praten over hoe ze dat het beste kunnen doen. Er zijn leerkrachten van Groningen die hier dus met hun een aantal trucs en tips doornemen gewoon om die kinderen erbij te betrekken, om die ouders erbij te betrekken. En zo'n leerkracht die moet ook gereedschap krijgen, handreikingen krijgen om te weten hoe je dat moet doen. Het bos is te groot en ik mis mama konijn. We zijn samen aan het leren en we zijn aldoende aan het leren. En gaandeweg ontdekken we een manier van aanpak die 3 cruciale ingrediënten heeft. En het eerste ingrediënt is wat we noemen multi-stakeholder. Voor ouderbetrokkenheid is het belangrijk om alle partijen erbij te betrekken. Dus in de school, de leerkrachten, de ouders, vanuit het schoolmanagement bekeken, vanuit bestuurlijk niveau, maar ook de partijen die om de school heen staan, tot en met de inspectie. Daarnaast hebben we ontdekt dat met al die partijen het belangrijk is om het op een participatieve manier te doen, bottom-up. Dus niet van bovenaf als een recept opleggen hoe je ouderbetrokkenheid gaat aanpakken, maar in onze manier van werken zitten participatieve werkvormen waarop we iedereen zijn visie mee kunnen nemen.
Ik ga vandaag een verhaaltje voor jullie uitlezen. En als laatste, het derde cruciale ingrediënt, is dat we uitgaan van partnerschappen. Ouders en school zijn partners in de ontwikkeling van het kind. Dus de algemene vorming van het kind, zodat het uiteindelijk een gelukkig mens kan worden. Ik kom zelf uit een onderwijzersfamilie. Dus ik weet wat het betekent als je ouders bovenop je zitten wat je werk betreft op school. Dat vond ik niet altijd leuk, maar het heeft me wel goed gedaan. Ik weet ook dat er heel veel gezinnen zijn waar dat niet het geval is. En als je als school je ervoor gaat inzetten om dat wel zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, om die ouders naar die school te trekken, ik denk dat het gewoon ideaal is voor een kind. Die school is dan het verlengde van het huis, van thuis. En dat krijg je alleen maar als je dus een soort samenwerking krijgt tussen ouders en school. School en ouders, waarin je dat kind dus eigenlijk centraal stelt. Ik zou zeggen, doe het gauw. Omdat je de ouders nodig hebt om de kinderen te bereiken. De kinderen komen niet uit zichzelf op school, ze worden gestuurd door ouders. Dus we hebben de ouders ook nodig. Begin er gauw aan.